Welkom Brabant, welkom bij 40 jaar Omroep Brabant. Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Even ziet het er namelijk zelfs naar uit dat de razend populaire omroep moet verdwijnen. Dames en heren, goeie avond. Vandaag bestaat Omroep Brabant 5 jaar. Dan nu voor de allereerste keer Brabant Nieuws. Vandaag is goed te zien hoe weinig kans de slachtoffers hebben gehad om het ongeluk te overleven. Omroep Brabant TV en TV8 gaan toch samen. Vanaf 1 januari volgend jaar zal er nog maar 1 regionale tv-zender zijn in Brabant. Vanmiddag werd dan de Brabantse site officieel in gebruik genomen. Krijg je ervan, hè, als je van het pad afgaat. Hoppakee. Ja, hier is weer vaste grond onder de voeten. Nou, kunnen we voorstellen? Ja, er even bij blijven, hè? Ja. Slappe lach, jongen. Kom. We gaan gewoon door. Dan kun je je voorstellen, op een gegeven moment... Uiteindelijk is het nog goed gekomen, René. Het is goed gekomen. En dit is wel kenmerkend voor het programma. Want we hadden echt altijd pret samen. We waren gewoon twee stoute jongens. Wij dachten nooit aan het publiek. En ik allemaal hyperactief en enthousiast, want dat kan ik zijn. En Leon dan, ga wel iets drinken. Perfecte combinatie, man. En Leon, hoe was dat om met René zoveel jaar de wandeling te doen? Vermoeiend. Ja. Ja. Het is natuurlijk met die camera op je nek en al de kerktorens in en kruip door sluip door. Ja. Kun je herinneren dat we ooit een keer een kerktoren hadden van de Arbo zou het niet gemogen hebben met die ladder? Ja, dat is deze hier. Is dat deze hier? Dat was deze. Een ladder van 40 meter hoog. Kijk, en dat ik erop kruip, ik kan maar met twee handen vasthouden, maar jij er wiebelend achteraan. Ik dacht, we gaan even aan de hand van foto's gaan we even de geschiedenis doornemen met jou. Kijk, heel snel hè. Dat is het gebouw in Eindhoven, de Heggeranklaan, waar we begonnen zijn in 1976. Met Els van Essen links en collega André van Dongen. Bij slecht weer waren we er met de radio volop, want dan melden wij welke scholen dicht waren. Na 5 jaar zouden we eigenlijk op moeten houden, toen is er actie gevoerd. Houd Omroep Brabant in de lucht. En we zijn er nog steeds. Net als Veronica. Net als Veronica, maar dan nog veel intensiever. Dit zijn de regio-studio's en dit is, ik denk, de tweede reportagewagen waar we heel erg trots op waren. En deze beelden zijn de beelden van de bouw van de televisiestudio's eind vorige eeuw. Toen we in 1999 met televisie begonnen. En dit is volgens mij de eerste website. We gingen online. En die is inmiddels uitgegroeid tot een online platform met 20 miljoen bezoekers per maand. Wauw! En dat allemaal in één zucht zo. Blablabla. Hoe kan dat jij dat zo snel doet? Omdat we dit samen geoefend hadden. Omroep Brabant bestaat 40 jaar, maar deze band bestaat 30 jaar. Zelf al in geen jaren meer gezien. Toen las ik op een dag.
enorm. Het was een wonder, ze stond er genoteerd. Iedereen was geëlektrocuteerd. Behalve Joost, behalve Joost, behalve Joost. Want Joost is anders geaard. Joost is anders geaard. Hij is lekker zichzelf, dat is zeker wat waard. Maar Joost is anders geaard. Joost is anders geaard. Zo ben ik begonnen bij Omroep Brabant in 2001, als ik me niet vergis, bij ZAP. En dan had ik een programma waarbij ik midden in het nieuws, in ZAP een itemje midden in het nieuws, waarbij ik met een speurhond, was een hond van het asiel, naar de pagina 7 berichten uit de krant ging. Dus ik ging eens even uitzoeken hoe dat was. En we probeerden ondertussen die honden aan een nieuw baasje te helpen. Ah, godverdamme, Bertus! Ah, ik had niet even mee kunnen wachten. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik ga voortaan elke vrijdag van ZAP op pad voor het kleine nieuws. En dat doe ik met mijn kleine speurhond. In dit geval is het kleine tenminste, want elke week zal het een ander zijn uit het asiel. En hij heeft zojuist zijn bijdrage al geleverd, onze Bertus. Dus ik ben gedwongen op zoek te gaan naar verschoning. Ja, verschrikkelijk, zei je. Ja, verschrikkelijk. Het was ook altijd wat. Ja? Ja, ja jongens, ze plasten inderdaad over mijn broek of ze vraten mijn binnenbekleding op of overgeven in de auto. Altijd wat. Jacques. Ja, dan zit je naast Rogier en ik zei dat jullie hebben allebei wat met dieren. Maar jij bent natuurlijk onze favoriete dierenarts. Het komt dan aan bij de dokter. En dan loop je daar ineens met een tv-ploeg achter je aan. Is dat dan anders? Nee. Misschien de eerste keer, maar ik doe gewoon mijn werk. En Toon is er een meester in om achter me aan te huppelen. En dat, ik heb ook geen last van ze, want de jongens zijn inmiddels getraind van wat wel kan, wat niet kan. Ja, want dat lijkt tricky. Ja. Wat voor hun eigenlijk is het veel moeilijker. Want alles moet in één keer op beeld. Ja, op beeld, ja. Niks kunnen we overdoen. Ik bedoel, verdovingen doe je één keer bij een dier. Dus als ze het niet hebben... Ja, dan is het pech. Komt er eigenlijk zelden voor dat ze... Je gaat niet voor de camera's nog een keertje gaan verdoving. Oké. Maar dan hebben we het over natuur en dan sta ik hier bij ja, boswachter Frank, zei jij. Ja, dat is mijn naam, zo kennen ze mij en zeker op Twitter. Maar oh, wacht, getwitterd? Ja, natuurlijk, want dat is het mooiste medium wat je hebt om snel toch iets te laten zien aan wat er in onze prachtige Brabantse natuur plaatsvindt. Maar nou spreek ik allemaal mensen die een bijzondere band hebben met Omroep Brabant, maar ja, jij bent altijd te horen op de radio. Ja, precies, en al 20 jaar, dus de helft van de 40 jaar heb ik er ook op zitten. En eerst was het Sprokkel en nu heet het dan tegenwoordig Stuifmeel. En dat doe ik dan met Willem-Jan Joachims. Ik heb vandaag op de voorpagina van de krant gestaan. Maar waarom? Nou, omdat ik heb gekozen voor een plaatsmakersysteem. Oftewel vervroegd met pensioen ga. En dan staat het leven voor me klaar. En daarom dacht ik, dan hebben we een cadeautje erbij. Zeg maar, want je hebt zo fantastisch werk gedaan. En dan met pensioen, dus de echte Brabant. En als je dacht, maar toch de bossen in gaat een plu. Nou, fantastisch. Maar over het algemeen gebruiken we de plu bijna nooit. Ja, het is om beestjes erin te vangen. Want dan kunnen we zien wat voor beestjes het zijn. Want regen hoort ook bij de natuur. De zon gaat nergens zo schoon onder als daar. En nergens is de lucht zo blauw. Daar liggen nergens zoveel blijkers als daar. Het haalt de schoen maar van de zultaar. En komt maar vlug waar de roar. Dan gaan we gauw. Hey, ga er mee. Dan gaan we een eindje lopen. Houd toch op mijn poetsen, kijk toch niet zo nauw. Hey, ga er mee, de bloemkens staan weer open. Loop door mijn jas, maar de handen is niet koud. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Dan gaan we een eindje lopen. Houd ik op mijn putsen, kijk toch niet zo nauw. Hey, ga er mee, de blinken staan weer open. Loop door mijn jas, maar de handen, het is niet koud. Loop door mijn jas, maar de handen, het is niet koud. Hey, ga er mee, het is niet koud.
volgens mij heb ik jou zelfs nog een beetje ingewerkt als mijn opvolgster bij het fameuze Van Harten. Ja. Oh, wat konden wij op veel manieren mensen feliciteren, hè? Ja, een heleboel. Ja. Een heleboel manieren gefeliciteerd. De taartjes, kaarsjes kunnen uitgeblazen worden. Champagne kan ontkurkt worden, et cetera, et cetera. Heel leuk. 10 oktober 95. Was Kijk. Mijn eerste Lekker Geen Wekker toen. En toen mocht ik inderdaad de grote Gabrina een beetje opvolgen. Met Van Harten zo. 1 meter 58. Ja. Ja, tuurlijk. En wat ben je toen allemaal gaan doen, Sin? Oh, ik heb zoveel gedaan. Ik heb heel lang radio gedaan. 15 jaar lang radio. Echt alles eigenlijk. Van nieuws tot heel veel leuke programma's. Op een gegeven moment kreeg ik mijn eigen programma, De Koning te Rijden. Ja, en je hebt jouw favoriete tv-fragment uitgekozen. Ja. Zullen we eens even gaan kijken? Heel confronteerd. We gaan kijken. Een van de dingen die jullie gemeen hebben allebei is dat jij nu de regiojournaals doet bij de NOS. En Meike, jij bent van ons naar RTL gegaan. Maar hoe ben je ooit begonnen? Volgens mij moest het van je moeder. Ja, bij Omroep Brabant. Jazeker, dat klopt inderdaad. Ja, ik had natuurlijk na mijn studie het idee om te gaan reizen en zo, hè, de hele wereld verkennen. En toen zei mijn moeder, nou doe dat, maar ga eerst even een beetje werkervaring opdoen. Dus ga even bij Omroep Brabant kijken. Ze zag vacatures, dus nou, gesolliciteerd. En dat beviel mij zo ontzettend goed. Na dat half jaar werd het een paar jaar extra. Uiteindelijk ben ik 13 jaar blijven hangen. Ja. En, nou ja, niet blijven hangen, want ik vond het echt ontzettend leuk. Je hebt een speciaal fragment gevraagd. Ik denk dat ze een speciaal fragment gevonden hebben. Kijk maar gewoon mee. Ja. Kijk maar even mee. Het is dit. Even mijn bril schoonmaken. Wat gebeurt hier? Nou, het verrassende was dat ik op dat moment eigenlijk nog dacht dat het urine was. Wij kwamen daar achter de schermen en die chimpansees die hebben dan, die willen je dan eigenlijk ja, toch imponeren. En Sjaak had ons al gewaarschuwd, ja, blijf een beetje tegen de wand aan staan. En op een gegeven moment word je nat en het bleef maar gaan. Er zaten iets van 5 chimpansees bij elkaar, die bleef maar sproeien. En ik dacht urine, maar later was het een kraantje. Het was gewoon een kraantje met vocht, maar toch uit de mond van een chimpansee en veelvuldig. Is het waar dat een aantal jaar geleden een kleine Frans richting de studio van Breda kwam om die singeltjes maar op de radio gedraaid te krijgen? Dat klopt. Ik was 9 jaar. Ik ging met mijn vader naar de uitzending van Rob Bartol. Dat was destijds een grootheid, dat weet iedere Brabander. Toen kwam ik er al en sindsdien mag ik regelmatig terugkomen. Heel veel jaren geleden, maar er is een nieuwe single uit, hè? Ja, net sinds een dag. Weer terug naar het levenslied. Even weer waar ik heel veel jaren mijn hart eigenlijk kwijt kon en dan nu weer terug. Als ik je zie, dan ben ik een beetje verliefd. Nee, dit mag nooit overgaan. Laat de nacht onze vriend zijn. Druk je dicht tegen me aan. Beter om met jou te beginnen. Een reguliere politieman wordt ineens bijna een tv-ster. Hoe gaat dat? En hoe gaat dat? Je solliciteert gewoon naar de functie. En dan... Omdat je het leuk vindt. En je hebt niets met voorlichting te maken, maar je gaat voor de zaken. Soms zijn er zaken die elk voorstellingsvermogen te boven gaan. Zoals dit verhaal. Een verkrachting van een 13-jarig meisje. En zo'n team is al maanden bezig om te proberen die zaak op te lossen. Maar dat komt niet echt veel schot in. En je hebt nog steeds alleen die verklaring van het meisje. En op basis daarvan moet je proberen een goede reconstructie te maken. Want je moet het verhaal goed wegzetten bij de mensen. Want je vraagt ook informatie van de mensen. Ja. En dat is juist zo mooi, ook in dit werk, hoe dramatisch zo'n zaak ook is. We zijn er toen in geslaagd met zo'n reconstructie om voldoende informatie te krijgen om die zaak op te lossen. En dat is het mooie van het werk. Het fragment wat je hebt meegenomen is iets heel anders. Ja, dat is ongeveer het slechtste interview wat ik ooit heb gehouden. Al 3 seizoenen lang proberen we ze te ontmoeten. Victor en Rolf. Gingen wij naar Parijs, hadden ze daar net geen show. En nu zijn we dan hier in Antwerpen. Hoe vind je het vandaag hier, deze expositie? Onvergetelijk. Je bent even de wereld overgegaan, dan ben je even weer dicht bij huis. En dan kom je hier binnengelopen. Toch voor het eerst dat je even laat zien van dit is onze samenwerking hier voor de expositie. Onvergetelijk.
Is er nog meer aangekomen of was dit het? Nee, want daarna heb ik nog gevraagd, hoe kom je nou bij deze selectie? En toen zei Victor, ja, een beetje van dit en een beetje van dat. En nou ja, dan heb je het wel, hè? Mag ik even weten, wat heb jij zo al allemaal gedaan bij Omroep Brabant? Vooral veel in de kantine gezeten. Ik heb daar veel goed gefreten en ook bier gesopen en zo. Gezellig. Olé, 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 olá. Je zingt een nacht, een betovende nacht. En wij zijn daar, olé, olá. Daar waar de nacht ons geluk heeft gebracht. Goedemorgen. Ja. Zo kennen we hem, Johan Verschuren. Ja. Wat leuk dat u er bent. Nou, dat dient ook wel als je 30 jaar geweest bent, hè? Nou, 30 jaar lang onze weerman. Het is wel leuk geweest. Zeker weten, is het leuk geweest. 30 jaar lang op de radio en ook nog even op tv. Zullen we eens gaan kijken? We krijgen gewoon zachter weer door waar we nu al in zitten. De vorstperiode hebben we weer gehad. En naast jou zit iemand en die hebben we toen een beetje ingeschakeld als vervanging voor jou op televisie. Annie Marcelissen, welkom. Jou kennen we als Henk Huppelschoten. Dat klopt. Was jij fan van Johan? Ik was geen fan. Johan was ook niet mijn voorbeeld. Henk Huppelschoten die schopte juist tegen alle andere weermannen aan. Hè. Die konden er niks van. Nee. En daar vond ik ook zo leuk, want die zaten er allemaal heel ver naast. Erwin Krol heeft ook geen kinderen omdat hij zo ver naast zat altijd. Ieder jaar op zijn verjaardag wordt er gekeken of het een strenge winter wordt, ja of nee. En dat is geheel afhankelijk of de ezel naar buiten komt, ja of niet, wanneer de poort geopend wordt. Blijft de ezel staan, dan kunnen we rekenen op een barre winter. Nee, een barre winter moet ik, want ik kom niet hoor. En nog die handjes allebei. Doe een stapje naar voren. Handjes in de zij. En een stapje terug. Lekker stappen is gezond. Doe een stapje naar voren. Handjes naar de grond. En een stapje terug. En doe een stapje naar voren. En een stapje terug. En doe een stapje naar voren. En een stapje terug. En doe een stapje naar voren, en een stapje terug. En doe een stapje naar voren, en een stapje terug. En blijf bewegen, allemaal. En dan gaan we nog een keer. Oké. Doe een stapje naar voren, en een stapje terug. En doe een stapje naar voren, en een stapje terug. En doe een stapje naar voren, en een stapje terug. Doe een stapje naar voren, en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Doe een stapje naar voren en doe een stapje naar voren. Ik zeg applaus voor jezelf! En toen waren opeens de Olympische Spelen in Sydney. En dat was ongekend, wij zijn niet naar Sydney geweest. Nee. Maar wel in Boekel. En in Erp en in Gelderop. Ja. Wel een beetje dichterbij gezocht bij de mensen die achterbleven. Ja, en wat hadden we feesten? De ene medaille na de andere en de ene reactie na de andere. Want dat is jouw fragmenten. Ja. Thorp iets sneller weg dan van de hoge band. Maar van de hoge band ook goed van het blok. Oh, yeah!
Hij deed het beter als u vannacht, hè? Ja, gelukkig wel. Hij zwemt ook aan. Schitterend, schitterend, schitterend. Is zijn vader met Kees Rijn. Leuk. Ja, schitterend. Ja, de camera komt niet dichtbij genoeg, maar ik heb weer kippenvel. Ja, ja. Ja, echt weer. En ik bedoel, dat was natuurlijk als je daar was, maar op die afstand gewoon in Brabant ook. Ja. René, weet je nog wat dit is? Oh joh. De desk moest natuurlijk op precies de juiste hoogte staan qua wie er presenteerde. Dus we hadden een latje. Ja. En aan de hand van het latje konden we zien hoe hoog moest de tafel zijn en ook het televisiescherm waarop we beelden lieten zien. Ja. En dit latje, dat is zo grappig. De namen staan erop. Gabrina, René, maar ook heel veel andere collega's. Mij, ik heb al aan tafel gehad, zag ik. Ja. Dus het is wel heel leuk om te zien dat dat precies de lengte was. Maar gisteren hebben we even een dingetje gehad, hè Ryan? We hadden gisteren even een dingetje. Gisteren zo rond een uur of... Ja, ik denk dat het rond een uur of 9 was. Toen dachten jullie olie gevonden te hebben, maar het bleek toch gewoon water te zijn. Ja, met de opbouw hebben we gewoon een waterleiding doorgeslagen hier ergens. Maar jij kwam net van, of u, maar ik mag gewoon jij zeggen, kwam net van een barbecue af of zo? Wij stonden de barbecue op het gemeentehuis inderdaad. En toen kwam jullie producent met het zweet op het voorhoofd en natte schoenen. En die zei, we hebben water. En wat hadden jij toen gedaan? De kraan dichtgedraaid. In de kelder gewoon als burgemeester. Maakt niet uit, niemand billen, maar gewoon zelf naar beneden toe en alles dichtgedraaid. Echt fantastisch gedaan. Kali, mijn liefste Kali, wil met jou alles delen. Ik hou van jou. Voor Omroep Brabant, 40 jaar. Hier met de beam! Onze harde kern heeft ook een naam. GOVGZTW 52. De stiffer gewonnen of verloren. Gevochten zal er worden. Toen heb ik gewonnen en toen brak redelijk de pleuris uit daarna. Ja? Ja? Ja, maar het was toen live, nou niet live, maar het was volledig werd het uitgezonden. Dus die hele buurt is toen op straat gegooid, feitelijk. Ja. En ik heb 3 jaar lang heb ik alleen maar dit verhaal kunnen doen overal. Overal boekten ze me voor dit verhaal. Dan vonden, die heb ik gezien op televisie. Ja. En dan ging je hem brengen en dan zeiden de mensen in de zaal na 5 minuten, ja, maar dat kennen we eigenlijk al. Inmiddels is dat de reden. Heel veel mensen weten het niet, dat wij van de Keienbijt dus iedere keer een kort stukje uitzenden. Want ja, jullie verdienen de rest van het jaar je brood ermee in principe. Ja. Zeg, jij bent geweest, ook als voetbalsupporter ergens. Oh ja, ja. Ik werd opgebeld of ik het kampioenschap van PSV wilde vieren in Amsterdam en Rotterdam. Hoe denkt de Amsterdammer over dat fantastische kampioenschap van ons PSV? Van PSV? Kijk, het enthousiasme straalt eraf. Geweldig. Goeiedag, Omroep Brabant. Bent u ook zo blij met het kampioenschap van... Je vraagt om problemen hier, geloof ik, hè? Of niet? Kom volgend jaar ook eens terug om deze tijd. Dan zullen we eens kijken of we hetzelfde kunnen afspreken. Je bent er wel heel hard uitgekomen, of niet? Nou, we moesten op een gegeven moment iets eerder weg. Omdat er wel erg veel mensen in dat Ajax-shirt uit de tram stapten. Jij belde zelf, want jij vindt bij een feestje hoort... Gebak. En bevat cafeïne. Ik loop erop als was het benzine. Espresso, Supra, altijd loodvrij. Dus doet u mij één kop koffie. Hoeveel? Één kop koffie. En om 7:15 werd dat zo langzaam weggeveed. En toen hoorde ik voor het allereerst... Papa, 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 papa. Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven. Die prachtige stem van Els van Essen. En ja, dat was echt...
Dat was geweldig. Dat was, voor het eerst hoorde je dingen over jezelf. En dus toen dacht jij, ik wil daar gaan werken. Toen dacht ik al, ik wil ooit iets bij de radio. Mm-hmm. Maar ik kon toen niet bevroeden dat ik nou op onze verjaardag mag zitten. En een beetje jarig mag zijn. Ja. Net als iedereen. Ja. En zo kwam jij terecht in het programma Vaste Prik. En de opdracht was, dompel je onder in een vloeistof anders dan water. Nou, daar zit ik dan. René, kom Bastiaanse, kom er eens bij. Ja, ja. Want ja, wij hebben gemeend dat het een goed idee was om jullie allebei in te schakelen om eens terug te kijken op 40 jaar Omroep en 40 jaar Brabant. Ja. En wat gaan jullie doen? Wij gaan de geschiedenis in. Het is een trip down memory lane. Maar Philips gaf het patent op die banden niet vrij, terwijl concurrenten zoals JVC dat wel deden. Met als gevolg dat de porno-industrie massaal koos voor dat gratis VHS-systeem van JVC. Oké. Okay. Zo, hallo. Hallo, goedemiddag. Hi. Zo, goedemiddag. Hey Leon. Hey Harry. Hoe gaat ie? Ja, nog een beetje moe van gisteren. Ja, dat zal wel. Ja. Het is natuurlijk heel zwaar gehad. Nou, dat kun je wel zeggen. Jo, kom maar. Ja. Jan. Ja. Wat blijf je nou, man? Ik maak het jullie alleen maar makkelijk nou. Nee, hier. Sorry hoor. Dat mag niet. Ja. Zo. Zeg hier, vanaf wanneer gaan we hiervan genieten? Volgende week zaterdag? Vanaf volgende week zaterdag. Als kind wilde ik al bij de majorettes, maar kreeg die jurkjes niet over mijn enkel. Maar mam, ik heb het gedaan, ik mocht het doen. Voorop lopen bij de harmonie! Polonaise met Marianne en Anne-Loor. Ons vrouw die zit thuis op de bank, die heeft het toch niet door. Vrikker is het niet, want ik stel me netjes voor. Ik pak ze stevig vast en zak eens lekker door. Zak, zak, zak. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. De ene heeft een bokkel en de ander die let rechts. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. Ik was altijd kok en ik had een kookschool in Utrecht, of in Amersfoort, provincie Utrecht. Mm-hmm. En toen verhuisde ik naar Brabant. Dus heb ik gevraagd aan Omroep Brabant, zouden jullie het leuk vinden om ook een kookprogramma te regionale zender te hebben? En dat is toen gelukt. En dan ja, toevalligerwijs dingetjes vinden in de koelkast die daar toevallig interessante lagen. Interessante dingetjes, worstenbroodjes vooral. Voorzichtig alsjeblieft en een beetje met liefde graag. En een slappe lach en ik kwam er ook niet meer uit met mijn cameraman.
Ja, maar je hoort hem, hoe Joost het gewoon lacht hier op de achtergrond. Alsjeblieft. Ooit begon jij ook met een programma bij Omroep Brabant. Ja, een heel klein programmaatje. Dat was het eerste programmaatje wat ik tijdens mijn Atje-periode toen mocht was je doen. Atje bij Paul de Leeuw. Ja. En toen kwam je in aanraking met Omroep Brabant. Ja. Die dachten, wij hebben wat voor jou op je lijf geschreven. Ik vond het echt super tof om te mogen maken toen, ja. Doorgaan. Omhoog. Atje. Ja. Oh, dit was echt gênant, hoor. Ik vond het ook echt eng, namelijk. Ja, dat was echt doodeng. En we hadden maar één... Mag ik het doorheen praten of niet? Ja? En we hadden maar één camera. En toen stond ik boven en toen moest ik naar beneden. Dat durfde ik al niet. En toen waren we beneden eindelijk. Nou, ik had echt het zweet gutste alle kanten op. En toen zei hij, ja, we doen het nog een keertje. Want dan kunnen we vanaf een ander standpunt kunnen we het even draaien. Nou, ik vond het dood en doodeng. Echt leuk, hè, televisie? Ja, heel leuk. Dat was superleuk, hoor. Ik ben directeur en hoofdredacteur in de Ivoren Toren. En nu ben ik even naar beneden gekomen voor vandaag. Jij bent nog niet eens gezoend, trouwens. Nee, maar dat vind ik zo onhygiënisch op tv. Sorry, moeders. Heerlijk. Echt, sorry. Man wil dat liever niet op televisie, maar dat maakt niet uit. Henk, hoe trots voelden wij je als je hier heel de dag bent... en als je deze mensen allemaal ziet die voor jou gewerkt hebben... nog steeds werken, gasten, weet ik het allemaal. Hoe voelden wij je? Heel erg trots. Ik ben heel trots op mijn collega's die ongelooflijk hard werken nog steeds... om dit vandaag tot een succes te maken. Maar ik ben nog trotser op al die mensen die hier zijn... en die ons al 40 jaar trouw zijn. En ik hoop dat dat in de komende 40 jaar ook het geval zal zijn. Dank aan alle mensen die hier staan... voor eigenlijk onvoorwaardelijk vertrouwen in onze Omroep Brabant. Het leven is goed in een Brabantse land. Het land waar men die heeft gestaan. Moeder ons groot heeft gebracht, mijn vriendelijk gemoedelijke land. Dat land waar het leven nog echt wordt geleefd, mijn eerlijke, heerlijke, machtige, prachtige, gastvrije Brabantse land. Ik heb een moment gekozen uit Heel Brabant Juicht. Dit voorjaar hebben wij onze Paralympische en Olympische sporters allemaal uitgezwaaid naar Rio. Mm-hmm. En daarbij eigenlijk vooral bedacht, hoe zorgen we nou ook dat al die mensen die meehelpen om die talenten, die toptalenten, naar Rio te krijgen, ook een beetje in het zonnetje te zetten. Dus we hebben eigenlijk de sportvrijwilligers vooral uitgenodigd om ook een beetje de sportvrijwilliger van het jaar als het ware in Brabant te verkiezen. En daar hadden we een heel mooi programma over gemaakt, waardoor juist die sportvrijwilligers een keer in het zonnetje werden gezet. Van harte gefeliciteerd, Omroep Brabant. Ja, dank u wel. Jullie horen bij ons, we zijn heel trots op jullie, in goede en slechte dagen. En ik wilde een hele mooie dag laten zien en een dag waarvan ik dacht, kijk, ook dat zijn jullie. Als het in Brabant even spannend wordt en nodig is om al die Brabanders te informeren, zijn jullie ook onze rampenzender. En er zijn veel dingen gebeurd in Brabant, maar die ene chemiepakramp, toen hebben jullie alle mensen geïnformeerd. Ga snel naar binnen. Dat zijn jullie ook. En daar wil ik jullie voor bedanken. En het tweede fragment dat u heeft meegenomen. En ik ga een geheimtje verklappen. Dat had ik al met potlood ingeschreven in het draaiboek. Echt waar? Het is niet dat u zo voorspelbaar bent. Ja, mooi. Maar ik denk echt, het is zo waanzinnig mooi. Dit is zo mooi. Ik loop hier alleen. Even, waar begon dat feest voor jou? Dat feest dat begon voor mij met het maken van een cd voor 40 jaar het geluid van hier. Het was een idee dat we hadden en dat groeide uit van als wij nou eens Brabantse artiesten vragen om een Brabantse cover te doen. Dus de opdracht is, het moet een Brabantse klassieker zijn. En dan krijg je dus J.W. Roy, BZB, dan krijg je Gerard van Maasakkers die mij aan het huilen blijft maken met zijn versie van Sweet Goodbyes van Crescent. Dat is de afsluiter. I know how you feel right now. Losing dreams you've come to care about. I know what you need right now. You need to come on home so I can hold you tight. Het is kippenvel, hè?
ik kan hier nu weer gaan huilen. Zo mooi dat ik dat vind. Ja, echt. Zodra we deze aanvraag binnenkregen, dacht hij eigenlijk al vrij snel aan dit liedje. Ging wat research doen, een beetje onderzoeken met wat valt nou mooi meerstemmig ook te brengen. En toen kwamen we eigenlijk vrij snel op dit liedje uit. En we hebben er eigenlijk een hele eigen draai aan gegeven. En gelukkig was Gerard er blij mee. Feels like I'm just one of them. Places remind me of the small piece of heaven. So I'll be found wherever I am. This is my home. This is my home. Wherever I'm gonna be, this is my home. One more time. This is my home. Come on, this is it. This is my home. He'll move. Wherever I'm gonna be, this is my home. Yeah. Dankjewel. Vanaf de 1 september 1976 tot achteraan in de jaren 90. Ja, dat klopt. Vanaf het eerste uur. Ja, hoe was dat? Het eerste uur. Dat was heel spannend. Nou was ik de enige die uit de radiowereld kwam. Maar de anderen die hadden allemaal wel een stoomcursus gehad. Want ik kwam uit de krant en uit de regionale dagbladen. En dus dat was wel heel spannend, ja. Ja, en toen zijn we begonnen met radio. En toen zijn we begonnen met televisie in 97. En toen was jij er ook weer bij. Toen was ik er ook weer bij. Gaan kijken. Goedemiddag. Welkom bij het nostalgisch filmprogramma Cinema Brabantia. Dat wordt geproduceerd in samenwerking met het Brabants Filmarchief. Ja, André. Ja, 16 jaar of 17 jaar. Ik ben benieuwd hoe jij eruit ziet, Frank, over 16, 17 jaar. Nog een stukje dikker, denk ik. Nee, ik heb voor Omroep Brabant echt afgezien. Ja. En dit was het dieptepunt, eigenlijk. We gaan kijken. Ja. We zijn door de takken weer op weg. Opnieuw naar Van Zwert. Al waar wij gaan praten met Peter Aerts. Oorspronkelijk uit Best, drievoudig K1 wereldkampioen. Ik vind maar een mietje. Kom maar. You ain't beating popcorn, man. Maak jullie aandacht voor de verjaardagscolumn van niemand minder dan... Is het lekker zo als ik het zo up doe? Ja. Of wilde ik iets laten? Ja, dat is goed. Doe deze het al. Doe deze. Mark van der Veerdonk. Omroep Brabant moet dus ineens jong en dynamisch worden. En zo kunnen we binnenkort op primetime gaan genieten van... Help, mijn zoon is een kusser. En Boekelse, hoer zoekt jou. Ik wilde ook nog zeggen, heel Holland bukt. Een nieuw homo-datingprogramma, maar dat wordt eruit geschrapt. Zitten we daarop te wachten? Nee! Is het verstandig? Nee! Heb ik nog meer vragen met het antwoord? Nee! Nee, beste kijkers, nee! Nee, want dat jonge spul komt straks, als ze uitgevreden en uitgezopen zijn, toch gewoon weer bij Omroep Brabant terecht. Het enige wat Omroep Brabant moet doen, is zichzelf blijven. Zeker, zeker nou ze zelf de leeftijd van haar eigen doelgroep heeft bereikt. 40 jaar! 40 jaar! Hoera! Ik dacht nou, na 40 jaar... is die vlag van Brabant, die mooie vlag. Die geweldige vlag, mevrouw Roetelaar, versleten. Dus we hebben een nieuwe voor jullie voor de komende 100 jaar. Want deze kan het tegen. Den Haag, kijk eens wat hier bij elkaar is en hoe dat hier in Brabant werkt. Blijf daar met je poten vanaf. Ja? Dus! Dankjewel, dankjewel. Het heeft een blaadje in.